Afgelopen zondag maakte Joël Azoro tegen Willem II zijn basisdebuut voor FC Groningen. Hij wist dat bijna te bekronen met een doelpunt. Azoro kon in elk geval terugkijken op een prima wedstrijd. I watched the game a couple of times. Some good positive stuff and some stuff I think for myself I can do a bit better. So, but it's the first game, so of course I'm still happy with it. And what are the positive things? Well, that I followed the plan like they told me to do, so that was the positive thing, and I got 90 minutes, so yeah. And what was the plan? The plan was just to make some runs in behind and just stay in my position and just trying to be a threat. Groningen zet door, El Ancoury. Azoro, Azoro en weer niet. Wel een Reuter. Misschien te dicht op de keeper en moeilijk om hem langzaam eroverheen te krijgen. Better is maybe positioning myself when the cross comes in a little bit better, but the rest of it was just fine to be honest. So. Daar is Sierhuis voor zijn tweede. Yo, 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 wat een mooie zeg. Door een kopduel te winnen gaf Azoro een assist op Sierhuis die de 2-0 binnenschoot. Sierhuis wist van de opvallende sprongkracht van de kleine Zweed. He knew already, like not just in that situation, but he knew already that it could happen one time in a game. So when that time comes, he has to be ready and I have to win the header as well. So. Yeah, the defenders didn't expect you to jump that high. No one really knows. That's one of my strengths that I can jump high. So. Well, I'm not trying to like be like, yeah, I'm this guy, I can jump and blah blah. I'm just trying to be a little bit low key, and when the time comes, then I do the best out of it. Azoro in duel met Jordan Speters, vrije trap voor FC Groningen. Azoro kwam medio augustus naar FC Groningen. Hij moest daarna bijna 3 maanden wachten op zijn basisdebuut. He just told me you have to be patient and train hard and show us that you could be the one who could play, you know? So. Yeah, what do you expect of the game of Friday? Friday, it will be a tough game. They are very high up in the league, so what we do is just trying to follow our plan and see what happens, you know? FC Groningen gaat vrijdagavond met een goed gevoel naar Arnhem. Vitesse verloor de laatste 2 wedstrijden. FC Groningen is alweer 4 wedstrijden ongeslagen en won 3 van die 4 duels. Football is football, you never really know. Just because one team is winning doesn't mean they will win next game, you know? So you always have to be ready. Yeah. And how is the confidence? For a team, it feels good, but we don't want to show too much, you know? Azoro heeft niet alleen een goede sprongkracht, maar is ook snel. Wellicht kan hij vrijdagavond tegen Vitesse gebruik maken van zijn snelheid als er ruimte ontstaat achter de verdediging van de Arnhemmers. Well, yeah, it is a way game, but we just have to wait and see how they play as well. Maybe they play too low, then maybe it's not so good idea to run in behind because there's no space, you know. So you have to just wait and see. Azoro blijft wat voorzichtig als hij zijn verwachting over de wedstrijd tegen Vitesse uitspreekt. Azoro straft hij het af? Nee, via de rug van Peters. Toch wil dat niet zeggen dat hij niet positief is. Of course. You have to be positive. Otherwise, why would you even play? You know, you have to be positive. But we take step by step. So we just try to get a couple wins now and then see.